Lieve schildervriendinnen en vrienden, ik ben Marieke van der Zee. Vandaag ga ik zwart met goudmarmer maken, ook wel portoro genaamd. Je hebt olieverf nodig, wit, gele oker, gebrande sienna en rauwe omber. Verder een platte kwast en een brede, zachte, harige kwast om uit te vegen. Een tamponeerkwast en een kwast om dunne lijnen mee te maken. Bovendien hebben we een gummetje nodig waar je met een mes een punt aan hebt gesneden en een doek. Je hebt ook nog lijnzaadolie, gebleek nodig en terpentine. Je hebt een ondergrond nodig die egaal zwart is geschilderd. Met een doek wrijf je lijnzaadolie over het hele paneel. De verf blijft dan beter en langer smeerbaar. Met een platte kwast meng je verdund met terpentine een hele dunne verf van verschillende kleuren. Dit is glaceren. Portoro heeft vaak naast elkaar gelegen strengen van aderen. En omdat je best veel werk aan één streng moet verrichten, is het handig om per streng te werken. Je schildert met de platte kwast één streng en verzacht deze met een brede kwast. Daarna kan je met een gummetje cirkelvormige uitsparingen maken. Met een doek gedoopt in terpentine kan je de overtollige verf weghalen en het gummetje maak je ook steeds aan de doek schoon. Daarna doe je de volgende streng op precies dezelfde manier. Met de tamponeerkwast kan je hier en daar nog wat onregelmatigheden in je portoro aanbrengen. Je kan met tamponeren ook zorgen dat er in de gaten die je gemaakt hebt nog wat te zien valt, zodat de aderen ook aan de oppervlakte en meer naar achteren lijken te liggen. Als je het hele paneel gedaan hebt, kun je met een dunne kwast lijnen maken die de strengen verbinden. Met de brede kwast kun je de lijnen waar nodig verzachten. Laat alles heel goed drogen en schilder als laatste een driedubbele hoogglansvernislaag over je werk en je hebt een prachtig portoro paneel. Zo'n zwart portoro paneel komt nog mooier uit met een oranje-rode rand eromheen, zoals je hier kunt zien. Vond je dit leuk om te doen? Kijk dan voor meer inspiratie op mijn website www.mariekevanderzee.nl. Ik hoor graag wat je ervan vindt. En als je de volgende filmpjes niet wil missen, kijk dan op mijn YouTube-kanaal.